waarom mag je niet vertellen dat je aliens hebt ontmoet? En dan denk ik van, als ik het niet mag vertellen, waarom vraag je het dan? Hoi, en leuk dat je luistert naar de Podbast. De podcast over succes, dealen met kritiek en de lessen van succesvolle mensen. En ik heb weinig mensen mogen ontmoeten die zoveel doorzettingskracht hebben gehad als deze man. Hij heeft een droom gehad als klein mannetje en die is werkelijkheid geworden. De tweede Nederlander ooit in de ruimte. André Kuipers, welkom. Dankjewel. Waarom zat je van... Nou ja, je doet gewoon je werk. Hè? Ik weet niet of als je een passie hebt, dan ga je ervoor. Dus het kost ook niet zoveel moeite om dingen te doen, of minder moeite. Ik ken heel veel van mijn collega's en ik denk van wauw, dit zijn wel hele slimme mensen enzovoort. Dus af en toe denk ik van, oh wacht even, daar hoor ik zelf dus bij blijkbaar. Het zijn allemaal gewoon mensen. En dat is wel een les die ik ooit heb geleerd, ook van mijn hoogleraar met wie mijn carrière een beetje is begonnen. Toen ik geneeskunde studeerde, dan was ik bij professor Oosterveld. Toen ging ik stage lopen, onderzoek doen, evenwicht zou gaan. Hij had bij de NASA gewerkt en zo. En die man die wist, die kende de ruimtevaartwereld. En die zei ook van, je moet nooit hoogtevrees hebben. En daar bedoelde hij mee, je moet nooit opkijken tegen mensen. Want of het nou een generaal is, of een minister, of een professor... Het zijn allemaal gewoon mensen. En je mag gewoon hun werk, hun passie en leuke karakters, nare karakters. Dat maakt allemaal niet uit. Het zijn gewoon mensen. En het was wel een goede, zo'n eye-opener. Dat je moet niet denken dat andere mensen bijzonderder zijn dan jij of zo. Volledige naam. André Kuipers. Leeftijd. 61 nu. Beroep. Ja, astronaut denk ik maar. Bekend van. Ruimtevluchten. Verliefd, verloofd of getrouwd. Getrouwd. Hier plagen mijn vrienden me nog steeds mee. Nou, misschien wel met mijn ruimtevaartdroom. Ik begon met science fiction boekjes. En daar was ik helemaal gek op, weet je. Zoals elk kind wel een bepaalde hobby heeft. En die waren heilig voor mij, die boekjes. En toen hebben mijn vrienden voor de lol een van die boekjes... hebben ze een dubbele gekocht. En een van die boekjes kapot gemaakt. Ik weet niet meer wat ze hebben verscheurd of zo. Ik ging drinken overheen. Dus ik was helemaal onthutst. Maar dat was dus een dubbel boekje. De echte was er gewoon. Maar uiteindelijk ben ik wel astronaut geworden. Dus daar werd ik mee geplaagd vroeger. Of geplaagd. Van dream on. Maar dat was wel grappig eigenlijk. Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust in aanraking kwam met ruimtevaart? Heel bewust de autootjes die op de maan rondreden met Apollo. Ik schijn ook de landing te hebben gezien, dat zeggen mijn ouders. Maar die herinnering heb ik zelf niet meer. Ja, ik heb het natuurlijk gezien. Maar ja, geheugen kan je goed in de maling nemen. Maar wat ik wel goed weet is dat ik autootjes over de maan zag rondrijden. En zo stuiten rond. En dat vond ik fascinerend. Hele scherpe beelden. Want de eerste beelden waren heel wazig. En dat is volgens mij het eerste beeld dat ik had van ruimtevaart. De eerste contacten. En dat... En ja, daarna kreeg ik science fiction boekjes van mijn oma. Toen was het gebeurd. En daarna is het ook hard gegaan. Je hebt er een droom van gemaakt. Je bent het na gaan leven. Je hebt er jaren over gedaan om het uiteindelijk werkelijkheid te maken. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Oké. André Kuipers wordt op 5 oktober 1958 geboren in Amsterdam. Hij groeit op in een arbeidersgezin met 2 jongere broers. En na het VWO gaat hij geneeskunde studeren. Als zijn studie klaar is, wordt hij keuringsarts bij de Koninklijke Luchtmacht... En hij doet veel onderzoek naar ruimteziekte en evenwichtsgevoel. Onderzoeken waar hij zelf veel leert voor zijn grote ruimtedroom. En dan, als André 32 is, het moment waar hij al zijn hele leven naar uitkijkt. Er staat een advertentie in de krant. De ESA zoekt een nieuwe astronaut. Die kwam een week later gepland, dus ik meteen weer bellen. Van welke krant staat het? Welke krant? Ik zie hem niet. Nee, het wordt volgende week. André schopte tot de allerlaatste selectieronde. Maar dan valt hij alsnog af, omdat hij het verkeerde paspoort heeft... en Nederland een te kleine speler in de ruimtevaart is. Maar er wordt tegen hem gezegd dat ze misschien in de toekomst nog wel eens kunnen gaan bellen. De jaren verstrijken en bijna geeft André zijn droom op. Tot er op zijn 40ste verjaardag goed nieuws bekendgemaakt wordt. Ik wil u graag voorstellen... aan Nederlands tweede ESA-astronaut, André Kuipers. In 2004 mag André dan voor 11 dagen de ruimte in. Hij vindt het geweldig, maar ook wat kort. En hij wil snel weer terug om langer in de ruimte te verblijven. En die droom gaat eind 2011 in vervulling als hij de langste Europese ruimtevlucht tot dan toe maakt.
193 dagen woont hij op ruimtestation ISS. And liftoff, liftoff of the Soyuz 29 spacecraft that is taking Don Pettit, Oleg Kononenko en Andrei Kuipers to the International Space Station. Na zijn landing heeft Andrei de ruimtevaart niet losgelaten. Hij geeft lezingen, promoot wetenschap en techniek bij jongeren en presenteert tv-programma's. Alles vanuit één doel: zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren over de ruimte. Zijn ruimtedroom heeft zoveel deuren voor hem geopend. Maar kun je nog dromen als je je grootste droom al hebt waargemaakt? Nou, dat klopt mooi, zeg. Er zitten vaak foutjes in, maar deze was helemaal goed. Het klopt. Dank. Ja, uitstekend. Het zat goed werk gedaan. Dankjewel. Maar kun je nog dromen als je je grootste droom hebt waargemaakt? Ja, dromen blijf je altijd doen natuurlijk. Kijk, ik had best naar de maan willen gaan. Ik zou best naar Mars willen gaan. Dus er is altijd wel iets te dromen. En dat is goed. Dan blijf je natuurlijk enthousiast. En je krijgt natuurlijk andere dromen erbij. Een van de dingen die in de ruimte natuurlijk heel mooi is, is naar buiten kijken. En het prachtige, bijvoorbeeld op mijn eerste vlucht, de prachtige wateren van de Bahama's. Dat is een hele mooie, kleurrijke plek. Turquoise wateren. Toen dacht ik, oh, daar wil ik heen, daar wil ik duiken. Want die aarde is mooi, maar je zit in een hele klinische omgeving. We hebben helemaal geen natuur, allemaal machines enzovoort. En dan verlang je bijvoorbeeld naar de natuur. Hè? Dus dat ben ik ook gaan doen. Maar word je eigenlijk een rupsje nooit genoeg eigenlijk dan? Of niet? Nou ja, in principe zou iedereen dromen moeten houden. Weet je? Want als je niks meer hebt om naar uit te kijken. Ja, dan zit je dus achter geraniums en dan houdt het op. Ja. En dan wordt het eigenlijk. Dus je moet allemaal. Ook, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Gewoon een film die je wil zien. Of van een bepaalde plant kopen. Noem maar iets. Weet je. Dat je moet ergens naartoe kunnen. Toe kunnen werken. Dat je iets wil bereiken, iets wil leren, iets wil ervaren. Dus ja, dat gaat gewoon door. In die zin een rupsje nood genoeg, ja. Ja, er is zoveel mooie dingen op deze planeet te beleven en te ervaren. Laten we eens teruggaan naar de hele kleine André. Ja. André in de kleuterklas. Wat wilde je worden? De kleuterklas? Nou, eerste beroepen wat ik wilde worden. Dan zit je al wat latere klassen. Maar mijn oma die gaf mij een boekje over archeologie. En dat vond ik fascinerend. Opgravingen, oude Grieken, Romeinen. Dat vond ik fascinerend. Ik las de serie De Discus. En dat vond ik spectaculair. Het was een soort spin-off, of tenminste een soort Nederlandse variatie op de Thunderbirds. En zo'n gezin die allemaal avonturen beleefde en mensen redden en zo. Dat vond ik heel boeiend. Ik las natuurlijk ook strips, hè, zoals Kuifje. En journalist leek me ook een te gek vak. Want dan kon je allerlei dingen beleven en op allerlei spannende gebieden kon je komen enzovoort. Tot ik die discus las, want in de discus waren journalisten, dat waren degenen die niet hielpen, maar alleen maar foto's gingen maken. De sensatiezoekers. En toen dacht ik, oké, ik word geen journalist. En het heeft allerlei dingen gehad. En tot mijn 12e, en toen kwam mijn oma met science fiction boekjes. En Apollo-vluchten, Thunderbirds enzovoort. Science fiction films. En toen kwam die ruimtevaartdroom. Ja. Nou was dat bestond niet. Hè? Dus het was niet realistisch in die zin. En in diezelfde reeks kwamen ze ook op een planeet waar het intelligente ras daar, die maakte leven. En die maakte slaven met vier armen die ervoor ze konden werken. Dat soort verhalen. En toen dacht ik van, ja, hoe zit dat eigenlijk leven? Hè? Dus ik raakte geïnteresseerd in dingen als biochemie. En hoe weet een oogcel nou wat die oogcel moet worden? En hoe werkt een spier eigenlijk? Dus toen, dat heeft dus dezelfde bron. Mijn science fiction droom, of die ruimtevaartdroom en de geneeskunde droom, heeft dezelfde bron. Ja. En eigenlijk zijn er drie dingen die mij, die eigenlijk bij beide van belang zijn. Eén is het avontuur. Dus bij de ruimtevaart was dat raketten, ruimte pakken, andere planeten, spannend. En in de geneeskunde was dat spannend. Hè? Zwaailicht op een regenachtige avond, eerste hulpwerk enzovoort. Dus de avontuur, spanning. Tweede was schoonheid.
Ik zag op een gegeven moment die foto's vanuit de Space Shuttle en IMAX films. Ik denk, wauw, weet je, dit wil ik ook zien. Dat is prachtig, die ruimtevaart en de aarde. En in de geneeskunde vond ik het heel fascinerend om met een oogoperatie mee te kijken of zo. Of weet je, dus de schoonheid van leven en cellen. En dat je met microscopen in cellen kon kijken. Dat vond ik allemaal heel erg interessant. Het ontdekken. De schoonheid. Ja. Het ontdekken en de schoonheid. En de derde, het nut. Want ja, de ruimtevaart, ik denk, oh, ze doen van allemaal nuttige dingen. Iedereen gebruikt het elke dag. En dit is heel nuttig voor iedereen. En de geneeskunde, ja, obvious, is ook heel nuttig voor iedereen. Dus die dingen, die speelden voor mij in beide gevallen een rol. Het heeft dezelfde bron en dezelfde redenen waarom ik beide kanten op ben gegaan. Maar vind je, is het belangrijk voor jou om nuttig te zijn? Dat wat je doet, dat ja, het nut heeft? Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je op je sterfbed denkt van, weet je, ik heb nut gehad. Ik heb iets nuttigs met mijn leven gedaan. Ik heb de mensheid een stukje verder geholpen. Dat gevoel. En dat zeiden mijn astronautencollega's ook, hè, die al gevlogen hadden toen ik binnenkwam. En die hadden al ruimtevluchten gemaakt. En die zei ook van, was Thomas Reiter, een Duitse collega. Dus die zat net voor mij, zeg maar. En die zei ook, ja, het is allemaal spannend, het is hartstikke mooi en zo, die aarde is wat. Maar in the end is het gevoel dat je iets nuttigs hebt bijgedragen. Dat je gewoon je experimenten hebt gedaan voor allerlei andere wetenschappers. En dat je heel klein raar dat je bent in het geheel. En dat is het ook. Weet je, in de long run, die prachtige dingen die je hebt gezien, dat zijn herinneringen, dat worden foto's enzovoort. Avonturen, ja, dat is leuk. Het is leuk voor in de stoel en te vertellen. Maar voor je eigen gevoel dat je iets nuttigs hebt gedaan. En die ruimtevaart die leent zich daar prima voor. Ja. Het is voor de hele mensheid een klein stukje verder. Het is maar een klein radartje wat je in het geheel bent. Maar het geeft wel een goed gevoel. Maar dan ben je 12 en dan zeg je, nou, ik wil de ruimte in. En dan ga je naar je ouders toe. Die vragen je waarschijnlijk op een gegeven moment school. André, wat wil jij worden als je groot bent? En dan zeg je ruimtevaarder. Ja. Wat zei dat? Er waren maar weinig mensen tegen wie ik het zei. Want je merkt heel snel dat mensen uit kunnen lachen. Mijn ouders hebben het altijd ondersteund. Ik ben altijd gezegd van, als je dat wil. Dus gewoon, je moet je passie. En dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Ja, ze moeten geen crimineel worden of gevaarlijke dingen gaan doen. Dat is wat anders. Als je een passie hebt, er zijn een hoop eigenschappen die je dan nodig hebt om ergens te komen. En een daarvan is motivatie. Je moet zelf actief aan de slag om iets te bereiken. Het komt je niet aanwaaien. Er komt niemand aan de deur die zegt, wil je astronaut worden? Of zo. Nee, je moet het zelf doen, maar dat geldt voor elk vak. Je moet gewoon actief gaan zoeken en vragen en kijken of je ergens stages kan lopen of zo. En 9 van de 10 lukt niet, maar die 10e zegt, nou, kan niet bij mij, maar ik weet wel iemand. Nou, zo werkt dat. Dat is 1. Dus motivatie is een hele belangrijke. Daardoor ben ik ook gaan uitzoeken, want ik droeg een bril. Ik ben op mijn 19e geopereerd. Ik had een schildkliertumor. En ja, zou je kunnen zeggen, nou, dan kan je geen astronaut worden. Maar het was gelukkig goed aardig uiteindelijk. En toen ben ik gaan uitzoeken. En er stond niks in. Er stond astronauten, konden bepaalde, ja, mochten best wat slechte ogen hebben. Misschien niet de piloten, maar al die andere astronauten, het kon best. En er stond alleen in dat die schildklier goed moest werken. Wat er nog over was van die schildklier. Het stond niet hoeveel er moest zijn. Stond niet, nee, daarom. Dus ik dacht van, nou, dus als je gemotiveerd bent, dan ga je dus de kanten zoeken, de positieve dingen zoeken. Niet waarom je het niet zou kunnen, maar waarom je het wel zou kunnen. Ja, dat precies. Is 1 ding. Dan heb je een eigenschap nodig en dat is geduld. Want het gaat niet zo van de een op de andere dag van, nou, ik wil dat en dat worden. Nou, het is niet zo dat je er de volgende week bent of zo. En ik zeg dat tegen mensen, ga uitzoeken, waar wil je zijn over 10 jaar? En wat moet je nu doen? Welke stappen moet je nu nemen om over 10 jaar daar te komen? Want het is een hele lange weg. Dus, maar dat is toch een hele moeilijke vraag ook? Ja, nou ja, maar als je een obsessie, het is bijna een obsessie wordt het, hè, als een passie hebt, bijna obsessief daarin vastbijt. Ja. Ja, dan kan je daar ergens komen. Ja. Dus je hebt geduld. Nou, dat is met topsport. Ik vergelijk het heel erg met topsport. Alles moet wijken. Je bijt je vast dat doel, bijna obsessief. En het is een lange weg. Ja. Het is niet zo dat je meteen Olympisch goud haalt. Hè? Nee. Dat duurt even. Dus zo moet je dat zien. Je moet gewoon de stappen gaan nemen op een gegeven moment voor wat je wil bereiken. Dan is er nog een eigenschap. Dat is doorzettingsvermogen. Want het is zwaar.
Net zoals met topsport. Astronautentraining ook. Je bent weg van je gezin, van je familie. Veel reizen, veel jetlag. Russisch leren als je al in de 40 bent. Het is bijna onmogelijk. Dus je moet examens doen. Gewoon hele nachten blokken. Moeilijke, enge trainingen doen. Onder water of in centrifuges. Dus je moet doorzettingsvermogen hebben. En als laatste, heel belangrijk, frustratietolerantie. Het is namelijk, het gaat nooit zoals je wil. Het is nooit zoals je gepland hebt. Er komt allerlei dingen tussen. Politieke zaken die gaan spelen. Ziektes die ertussen komen. Of een ongeval in de Space Shuttle. Bijvoorbeeld daar alles weer 3 jaar stilstaat. Dus dat moet je ook tegen kunnen. Dat het soms niet zo loopt als jij gepland hebt. Het is gewoon opstaan, doorgaan, kijken of je een andere weg kan vinden. Dat klinkt natuurlijk heel positief, maar hoe doe je zoiets? Ja, dat zit denk ik in je karakter. Je moet ook bepaalde dingen leren. En je ziet het in je omgeving. Soms twijfelde ik ook wel eens. Want ik had collega's die dan absoluut astronaut wilden worden. En die gingen een beetje pushen. Die gingen allemaal dingen doen. Die gingen voor mensen bellen tot lastigvallen toe. Om toch maar te kijken of ze niet erin konden komen, een opleidingsplaats konden krijgen. Of al mee gingen doen aan een training met het idee van, nou ja, ze toch op in. Dat soort gekke dingen. En toen dacht ik, nou, misschien zijn die wel beter bezig dan ik. Je weet niet wat de goede weg is. Moet ik meer pushen of minder? Als ik niet laat blijken dat ik gemotiveerd ben, dan is dat ook niet goed. Dan weten ze niet eens dat je mee wil. Nee, precies. Maar als je te veel pusht, het is niet een hele duidelijke weg. Maar waar ligt die grens dan tussen motivatie en pushen? Ja, dat is moeilijk. Want die is heel dun, toch? Die is dun, ja. Ja. En het ligt ook aan de figuur bij wie je aanklopt. Ja. En ik denk dat het is heel belangrijk dat je actief aan de slag gaat. Als je een bepaald beroep wil, dat je gewoon actief gaat solliciteren en gaat vragen. Maar ja, niet te ver gaan. Als het niet lukt, dan moet je niet door blijven pushen. Dan moet je andere route zoeken, andere richting zoeken. Terug naar jaren geleden, want jij werd op een gegeven moment na je opleiding keuringsarts bij de luchtmacht. Ook vanuit de gedachte natuurlijk weer, dit heb ik nodig om voor mijn droom te werken, of niet? Nou, de luchtmacht deed ik over het onderzoek. Hè. De keuringen deed ik later. Ik ben bij een onderzoeksinstituut gaan werken in Soesterberg. Dat is nu een deel van de luchtmacht overigens. Daar werden de vliegers gekeurd, maar daar deden we ook onderzoek. Naar contactlenzen voor jachtvliegers, hersendoorbloeding, nou, van allerlei dingen. In onderdrukkamers, centrifuge. En dat is een hele aparte tak van geneeskunde. Ook de keuringen. Want normaal komt iemand bij je als arts met een klacht. Maar daar komt nooit iemand met een klacht. Want ze willen alleen een papiertje dat ze kunnen vliegen. Dus dan moet je echt het eruit gaan halen. Of er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ja. En dus je moet deze heeft misschien wel suikerziekte. Of, deze meneer die heeft een hartinfarct gehad. Zeg dat niet. Ja, is oké, is er niks aan de hand. Dat soort dingen moet je eruit halen. En dus dan ben je vooral bezig, zeg maar, voor de maatschappij. Je wil niet dat de piloten over je hoofd vliegen die medisch niet geschikt zijn. Nee. Dus dat moet je eruit halen. Heleboel dingen hoef je niet te weten. Want ja, met een heleboel ziektes kan je wel gewoon vliegen. Maar die gevaarlijke dingen die plotseling kunnen gebeuren. Ja. Epilepsie of noem maar iets op. Dat moet je er wel uit zien te vissen. Maar dus zat je ook met een schuin oog mee te kijken van, als ik dan zelf een keer de ruimte in ga, dan misschien kan ik dit wel gebruiken of dat wel gebruiken? Ja, zeker. Zeker. Kijk, het was natuurlijk ook mijn vakgebied. Ja. En ik wilde natuurlijk wel even kijken, wat hebben astronauten nodig? Wat moet je doen? En wat voor testen? Enzovoort. Wat belangrijk is bij die testen is bijvoorbeeld niet in paniek raken. Want die testen die kunnen ze zo opschroeven dat niemand het haalt. En dan heb je die multitasking testen. Een lampje hier, een geluidje daar. Ondertussen een zoom oplossen en allemaal onder tijdsdruk. En dan moet je accepteren dat sommige dingen lukken niet. Maar wel gewoon doorgaan. En dat is wat ze zoeken. Ja. Die test kan je zo moeilijk maken, zo snel maken dat niemand hem kan natuurlijk. Maar ze willen gewoon kijken wat voor vlees hebben ze in de kuip. Ja. Is dat iemand die onder druk gewoon door kan gaan en bepaalde dingen, belangrijke dingen kan behouden, onbelangrijke dingen kan laten vallen. En sommige testen heb je, dat is gewoon aanleg. Ja. Diepte zien of concentratie. Ja, concentratie kan je natuurlijk wel leren. Maar intelligentietesten. Ja.
ja, dat zijn testen die je... Die heb je nou eenmaal, ja. Die intelligentie of niet. Sommige testen kan je niet oefenen of zo. Nee. Maar er zijn ook dingen die je bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek goed mee kan nemen, toch? Tenminste, als ik je hoort, zou horen zeggen van... Soms maakt het antwoord eigenlijk helemaal niet uit. Het gaat erom hoe je het redeneert. Ja, dat is ook zo. Interviews voor astronauten, die waren... Aan het einde had je een grote commissie, ik denk 15 mensen. Grote tafel, dan mocht je binnenkomen, gaan zitten. En... dacht anderhalf uur of zo werden vragen op je afgevuurd. Door allerlei soorten mensen. Natuurkundigen, er zat een F-16 piloot in. Ook astronauten. En dan kreeg je allerlei soorten vragen. En een vraag was bijvoorbeeld... wat is de temperatuur van het water op de oceaanbodem? En dat is 4 graden. Vanwege de druk kan het niet kouder worden. IJs worden, ijs wordt groter, nou, enzovoort. Ze moet je gaan redeneren. Ze willen weten hoe je denkt. Bijvoorbeeld, in mijn cv stond dat ik op rock'n'roll dansen had gezeten. Demonstraties en dat soort dingen had gedaan, wedstrijdjes. En dan werd de vraag gesteld. Ik denk, nou, Wubbe Ockels stelde die vraag toen aan mij. Hij zegt, kan je rock'n'roll dansen op de maan? En dat is natuurlijk een hele leuke vraag. Want je hebt daar 1/6 zwaartekracht. En mijn antwoord was, ja, ik kan waarschijnlijk wel walsen, maar rock'n'roll wat lastig. Want je hebt korte ja, als je een stap maakt, dan duurt het even voordat je op de grond bent. En dus dat soort vragen kwamen erop. Waarom vliegen insecten rond een licht? En een hele leuke was, dat vond ik mooie die dat illustreerde. Een natuurkundige vroeg dat. Hij zei van, ja als je hebt allerlei kleuren licht. En welk licht... Welke kleur zie je het snelst of het eerst? En ik dacht, nou, is een natuurkundige die dat vraagt aan mij. Nou, je weet, als je naar de zonsondergang kijkt... rood licht komt verder door de atmosfeer. Blauw licht wordt verspreid, daarom is de lucht blauw. En het rode licht gaat het beste er doorheen, die frequentie. En dus daarom wordt de zon steeds roder. Dus ik zeg, nou, rood licht. En hij zei van, nou, u als arts moet toch weten... dat uw oog gevoeligste is voor groen licht... En dat vond ik, dus ik dacht op zijn gebied en hij dacht op mijn gebied. Ja, dat soort dingen. Dus ja, dus sommige antwoorden weet je niet echt. Maar het gaat erom hoe je denkt, hoe je redeneert. Maar dacht je op zo'n moment ook, ja, nou kut, ik heb het verpest. Ik zit bij die laatste ronde. Nee. Weet je waarom ik dat wel dacht? Niet vanwege de vragen. Dat ging best leuk. Het was gezellig. Gewoon lekker kletsen en redeneren. Maar toen stond ik op. En ik had een glas hydrans gekregen. En ik gooide zo dat glas hydrans over tafel. En toen dacht ik even, oei, nu heb ik toch wel laten zien dat ik heel onhandig ben. Ja. Maar ja, de manier waarop ik te reageerde, ik zei, oh, ja, sorry. En nou, ik zag papier staan, kunt u me het papier even geven? Nee, dat was zo goed. En toch word je gebeld voor de volgende ronde. Ja. En ik weet niet waarom, ik heb dat nooit gevraagd aan die mensen van die commissie. Maar misschien omdat je dan toch rustig reageert en een oplossing zoekt of zo. Je weet niet hoe ze denken. Nee. Ik heb wel eens gevraagd aan een van de medische mensen van de medische keuring. Dat was overigens, in de Nederlandse zat professor Oosterveld erin. Nou, die kende mij dus. En die heeft heel keurig gezegd, die zat in die commissie... en die heeft gezegd, ik onthoud me van stemming, want er moet steeds gestemd worden. Ja. Want ik ken deze persoon, ik stem heel netjes. En ik heb wel eens gevraagd, van, hoe gaat dat dan, die medische keuring? Nou, hij zegt, je krijgt zo'n stapel van een meter hoog... met statussen van kandidaten... En de opdracht is terugbrengen tot 10 tot 5 centimeter of zo. En dat betekent dus dat je allerlei goede mensen er ook uit moet gooien. Ja. Want een heleboel mensen kunnen astronaut worden. Ja. Maar ja, je kan er maar een paar gewoon opleiden. Dus je gaat mensen eruit gooien op allerlei kleine dingetjes. Ja. Dus je moet ook een beetje geluk hebben. Ja. In die dus, zin, want er zijn mensen die zijn fantastisch geschikt. En dan is er iets kleins. En dan gaan ze daar toch uit, terwijl ze er misschien 100 mee worden of zo. Ja, dus ook voor mensen die aan het begin van de carrière staan. Als je dus ergens niet wordt aangenomen, dan hoeft het niet te betekenen dat je slecht bent of dat je het niet kan. Nee, zeker niet. En nee. Ik ben astronaut, ik ben in eerste instantie niet gekozen. Nee. Maar hoe was dat? Dat jij gebeld wordt van, je zit in de laatste ronde, je bent zo dichtbij. Ja, we gaan het niet doen. Nou, we waren gekozen met z'n 5 in Nederland. Daar waren 2 ingenieurs en een F-16 vlieger. En 2 artsen. En dat was wel grappig. Bij een van de laatste rondes was in Utrecht, ergens boven in een hotel, allemaal kamertjes en psychologische commissie, medische commissie, technische commissie, moesten steeds langs. En ik zat daar te wachten voor mijn interviews en ging de lift open en kwam een andere kandidaat naar buiten.
En denk ik, oh nee, hè. Dat was een jaargenoot van me. En ik denk, ze gaan nooit twee artsen nemen. En zeker niet in hetzelfde studiejaar. En we zijn wel alle twee gekozen overigens. Dat is heel opmerkelijk. Dus in een Nederlandse selectie dan, hè. En dan ben je dus met z'n vijven. Dan moest je de ESA-selectie in. Nou, weer allerlei psychologische testen, medische testen. Hele circus opnieuw. Maar dan werd het in Keulen gedaan. En toen dacht ik ook nog, oh, zoveel goede mensen die hier rondlopen. Ik denk dat ik geen kans maak, weet je. Dan heb je iemand in, en die is testpiloot. En hij is nog arts ook. En hij is nog aardig ook, weet je. En dan denk je, oei, moeilijk. Er waren zelfs astronautkandidaten die al gevlogen hadden voor hun eigen land. Ja. Uit Oostenrijk, uit Engeland. Ik denk, maar die hebben al bewezen dat ze het kunnen. Dus je was eigenlijk al niet vooruit gegaan? Nou, ik denk, ik ga mijn uiterste best doen. Zo ben ik sowieso in die hele selectie gestapt. Ik dacht, ik ga het proberen. De kans is niet groot. Zo realistisch was ik wel. Totaal waren er geloof ik 10.000 kandidaten. Maar als ik het niet probeer, krijg ik er spijt van. Zo ben ik ingesteld. Ik denk, sowieso, als je iets graag wilt, ga het in ieder geval proberen. Anders blijf je de hele tijd denken, had ik maar. Ja, dus ik zie wel wat schipstrand. Dus ik verwachtte wel een telefoontje van, nou, sorry. Nou, op een gegeven moment moesten we dus met die vijf kandidaten, moesten we komen bij de Nederlandse delegatie van ESA. Toen kregen we bericht te horen dat er die anderen waren afgevallen. En ja, ik voelde de koude douche van de anderen. Ik voelde gewoon, weet je, van die teleurstelling. Hoe voelt dat? Het voelt echt een koude douche. Zij kregen die koude douche, maar ik voelde gewoon, nou, dit is uitstel van executie. Dit ga ik straks ook voelen. Ik voelde de spatten, als het ware, van de koude douche van de teleurstelling. Maar ze zeiden, ja, jij kan nog door. Maar vervolgens bleek dat de wilde plannen die ESA had, met een eigen shuttle en 30 astronauten, een eigen stationnetje, dat was veel te ambitieus. Dat stortte in en ze namen er maar 6. En Wilbur Ockels was toen al actief, nog actief. Dus 2 Nederlanders, weet je, nou, wat lastig, hè, tegenover die andere landen die veel meer betalen en zo. Dus ik kreeg een telefoontje van, helaas, je ligt eruit, maar, en ik kreeg meteen een strohalm. Misschien gaan we uitbreiden. Want ik zat bij de laatste 25. Ja. Misschien gaan we uitbreiden in de toekomst. Nou, ik dacht, oké, daar heb ik me meteen aan vastgebeten. Ja. Ik dacht, oké, ik ga mijn uiterste best doen. En als ze weer mensen nodig hebben, dan moet ik er klaar voor zijn. Ik ben blijven werken bij ESA. Ja. Ik coördineerde experimenten voor shuttlevluchten en met de Russen mee enzovoort. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Als je het goed doet, zien ze dat. Ja, als je het slecht doet, ook. Dus ik heb eigenlijk een beetje op mijn tenen gelopen. Ja. Laten zien dat ik super gemotiveerd was. Toch die doorzetting weer? Ja, doorzetten. Gewoon doorzetten, vasthouden, vastbijten. En elke kans die voorbij komt, moet je gewoon pakken. Dus en inderdaad, ze gingen weer uitbreiden in 1998. En toen werd je gebeld? Nou, toen vroegen ze, ben je nog geïnteresseerd? Ja. Want sommige mensen hadden een nieuwe carrière. Ik geloof dat er was een neurochirurg die heel, heel succesvol was. Die heeft het niet gedaan, die wilde zijn carrière doorzetten. Maar ik was zo gemotiveerd dat ik zei van, nee, ik wil zeker weer. Nou, weer interviews, weer testen. En toen krijg je dat telefoontje je bent aangenomen. Neem eens mee naar dat moment, die telefoon die gaat. Ja, ik was bezig, ik weet het nog heel goed. Ik was bezig met dia's te selecteren voor een presentatie over ruimtevaart. Want dit zat ik al in, hè. Ik gaf lezingen ook erover. En toen kreeg ik het telefoontje van Gayle Winters. Dat was toen het hoofd van de delegatie. Hij is later directeur bij ESTEC ook geworden. En die vertelde me dat ik aangenomen was. En dan is het natuurlijk fabuleus. Dan ben je er nog niet overigens, hè? Nee. Dan ben je geselecteerd. Ja. Dan moet je een opleiding. En dan moet je ook nog je ruimtevlucht. En er kan nog heel veel tussenkomen. Dus dat is één belangrijk moment, je selectie. Maar ik weet ook dat een Zwitserse collega 14 jaar getraind, geoefend en gewacht voordat hij eindelijk vloog. Er zijn astronauten die medisch zijn afgekeurd. Die zijn er ook. Je bent er nog steeds niet. Nee. Je moet 5 vaststaan. Je moet ineens al die examens moet je gaan halen. De medische keuringen zijn doodeng. Ja. Ik heb ze zelf gedaan, maar ik zit aan de andere kant nu. En elke piloot, elke astronaut is bang voor de dokter.
omdat die je kunnen afkeuren. Ja. En je wil gewoon vliegen. Ja. Dus dat blijft altijd spannend, die medische keuringen. Je weet nooit wat ze vinden, ook al heb je geen symptomen of zo. Ze kunnen iets vervelends vinden. Dus dat blijft altijd spannend. En dan komt er ook nog allerlei politiek tussendoor. Dat mensen dat politieke rollen speelt. Dan moet een Duitse astronaut in plaats van jou. Nou, ja, weet je, dat blijft. Je bent pas. Ik was pas tevreden als ik een baan om de aarde had gemaakt. Ja. En op een gegeven moment gebeurde dat. Want even een enorme fast forward naar voren. Je gaat op een gegeven moment die lucht in. Ja. Dit is jouw droom. Ja. Was het ook spannend van wat als het tegen gaat vallen? Nou, het belangrijkste daar. Je bent als de dood dat iemand het afzegt. Ja. Ik ben niet bang geweest voor de lancering. Je hebt die beslissing al lang genomen. Ik ga dit doen. Weet je. Een soort bungee jumpen. Je hebt gewoon tegen jezelf al gezegd, ik doe het, niet meer denken. Niet, ik ga het gewoon doen. Je bent ook heel goed voorbereid. Je weet precies. Kijk, het is een lancering is spannender voor de toeschouwers dan voor de astronauten eigenlijk. Want je weet precies wat er gaat gebeuren. Ja. Je weet waar je op moet letten. Het is heel rustig. In de trainingen gaat alles mis. Rode lampjes, toeters en bellen. Moet je snel actie ondernemen en er gaat van alles mis. En dat is ook de hele bedoeling van training natuurlijk. Bedoeling van training. Dat je op een hoog niveau het aan kan. Zodat als er iets kleins gebeurt, dat het niet zo moeilijk meer is. Ja. En dat was dus bij mij ook. Dus het belangrijkste vond ik dat het niet werd, op het laatste moment werd afgeblazen. Wat bij de shuttle nog wel eens gebeurde. Ja. En dan zit je in die cockpit. En 33 jaar had ik daarvan gedroomd. Ja. Getraind en gehoopt en voorbereid en zo. Ik was vooral geconcentreerd op mijn taak. Want de grootste angst van astronauten is een stomme fout maken. Niet dat je omkomt of zo. Als het gebeurt, dan is het toch snel. Ja, maar het snel gebeurt, weet je. Zo, ja. Daar ben ik niet bang voor geweest. Ook bij de terugkeer niet. Die is nog veel spectaculairder. Maar je bent vooral, je wil geen fouten maken. De grote angst is een fout maken. Ja. En dat hebben astronauten gedaan. Er is wel eens iemand die even een robotarm en een satelliet aangetikt en die ging tuimelen. Uh-huh. Of een rek gekanteld waardoor kabels scheurden. Of een grote zak met heel duur het gereedschap verloren en weggezweefd. Nou, dat soort fouten wil je niet, want die zitten, die blijven aan je plakken. Dus je bent vooral bang om fouten te maken. En mijn concentratie was vooral op het laatste moment van een lancering. Heel vaak het automatisch. Op het laatst moeten ons ruimteschip loskoppelen van de derde trap. En dan moeten er bepaalde lampjes aangaan, andere uitblijven. Zo niet, hè, dan moet je zelf loskoppelen. Dan moet je hebt je, wat is het, 5 of 10 seconden om een paar knoppen in te drukken, of schakelen om te zetten, tegelijkertijd 2 knoppen in te drukken. Daar ben je op geconcentreerd. Weet je, want je wil niet dat de hele missie mislukt door een fout van jou. En dus het is vooral concentratie. Ja, waar je bent eigenlijk helemaal niet bezig met je droom nog op dat moment. Nee, oh nee, nee. Het nee. is gewoon werken, werken, werken. Absoluut. Ja. Dat is wel een heel groot verschil tussen de werkelijkheid en het droom. Ja. Nou is dat sowieso in de wereld ook. Mensen dromen altijd van prachtige palmeilanden. Maar als je er staat, is het bloedheet. Je wordt gebeten door zandvlooien. Je hebt dorst enzovoort. Werkelijkheid en fantasie komt niet altijd overeen. Dat geldt in de ruimte ook. Het is hard werken. En zeker de eerste vlucht. Elke minuut zit vol. Ja. En je wil geen fouten maken. Dus wat je op de grond een half uurtje doet, daar stop je veel meer tijd in. Van oh, even controleren, weet ik het wel zeker. Want alles moet goed gaan. De omgeving is raar, dus je moet je sowieso al concentreren. Het is niet zoals je normaal gewend bent in een lab. Dus je bent eigenlijk vooral bezig met je werk goed doen. Ja. En de droom is er eigenlijk niet. Die komt op bepaalde momenten pas. En die droom was, als je bijvoorbeeld naar buiten kijkt, een rustige module. Je kijkt wel eens naar buiten, maar ja, net alsof je een foto ziet, je moet weer verder. Maar dan neem je even rust, ga je in een donkere module en dan bij het raam. En dan ineens, toen drong het op me door. Oh, wacht even, ik ben niet in een lab. Ik ben hier buiten de aarde. Ik zweef hier en de aarde is daar. Ik hoor daar eigenlijk niet meer bij. En ja, dan heb je pas weer door dat het heel, hoe bijzonder het is. Ja. En wat daarbij helpt, is muziek. Want wat is die droom? Wat was mijn droom? Wat is de droom van velen? Dat is een plaatje wat je in je hoofd hebt. Of je nou Formule 1 racer wil worden, of chirurg, of weet ik veel wat. En daar hoort een omgeving bij. Er horen geluiden bij. Er hoort ook muziek bij. En
En ik nam mijn muziek mee die met ruimtevaart associeerde. Die bij documentaires hoort. Hè? Of natuurlijk de jaren 70 popmuziek. David Bowie of Rocketman en van Elton John. Of dat soort muziek. Maar ook muziek van films. Ja. Ik had filmmuziek bij me. Vangelis speelde een belangrijke rol. Muziek van Pink Floyd. Al van die spacey gebeuren. En dan ging ik naar buiten kijken met die muziek op. En dan was ik weer in mijn droom. Ja. Weet je, dus ik had heel veel documentaires gingen mee. Vooral mijn tweede vlucht. Hè. Eerste vlucht niet veel tijd voor dat soort dingen. Tweede vlucht was een half jaar. Gewoon om die droom van vroeger, de serie Cosmos met Carl Sagan uit de jaren 80. Dat ik heb weer helemaal gezien daarboven. En dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, wauw, te gek. En dan realiseer ik me, oh, dat doe ik zelf nu ook. Ja. Ik ben nu een van die astronauten. Maar het moet je opwekken. Ik moest mijn jongensdroom weer opwekken met muziek. Je moest af en toe realiseren waar je was. Ja, want voor de rest is het gewoon werk. Het geldt voor elk vak. Ja. Op een gegeven moment is de droom weg en is het er gewoon vak geworden. Ja. Als je staat te opereren, de prachtige droom van die piepjes en spanning. Maar je bent gewoon moe en je bent het alweer. Je wil naar huis. Ja, precies. Dus dat geldt voor elk vak natuurlijk. Ja. Dus dat is wel... maar af en toe komt het weer terug. En je kan het dus opwekken weer met muziek en beeld van vroeger. Ja. Hoe deelt André Kuipers met kritiek? Lastig, soms. Niet tijdens de opleiding. De bedoeling is ook dat je fouten maakt. Eigenlijk heb ik het meest geleerd van dingen die ik fout heb gedaan. Dat je echt tijdens een training jezelf voor je kop slaat. Maar daar leer je wel het meeste van. En dus... als het in het zeg maar in de training zit, dan kan ik dat is gewoon dat wat je instructeur je vertelt. Yeah. Die vertelt je wat je moet doen en dat is dus een ander soort. Daar ben ik, daar kan ik goed over weg. Een vlieginstructeur of zo en dan daarvoor zit ik daar, weet je. Ik wil. Maar je zijn wel lastig. Nou, die dingen vind ik niet lastig. Nee. Maar wat instructeurs tegen je vertellen, dat vind ik, daarvoor ben ik er ook. Wil ik eigenlijk ook gewoon horen. Maak kritiek op bepaalde gewoontes die je hebt of zo. Dat vind ik soms irritant. En wat voor kritiek krijg je dan? Ja, dan heb ik toch nog een extra koekje of zo. Ja, krijg je kritiek op. En denk, ze hebben gelijk, maar dan voel je weer afgestraft of zo. Als een klein kind. En dan komt dat gevoel weer even boven. Maar kritiek op werk of op studie, zeg maar, daar zei je van, dat hoort er natuurlijk bij. Ja. Maar dat is ook niet altijd makkelijk. En ook voor de luisteraars van Podbas die aan het begin van hun carrière staan. Ja. Hoe kun je daar het best mee omgaan? Als iemand commentaar heeft op jouw werk of op je droom misschien wel. Mensen die kritiek hebben op je passie, ja... Dat moet je langs af laten glijden. Want daar hebben zij niks mee te maken. Zij voelen dat niet. Ze hebben die passie niet. He, dus dat moet je van je af laten glijden. Maar kritiek op je werk, als het terecht is... Dan zou je dat te harte moeten nemen. Het ligt ook aan wie het geeft. Hè. Het kunnen hele dingen zijn die niet terecht zijn. En dat is vervelend. En daar kan je wat van zeggen. Ja. Dat kan. Maar als het terechte kritiek is, is het voor jezelf van belang. Van ik heb hier niet mijn best gedaan. Ik ben alweer te laat. En dan moeten anderen mijn werk doen. En dat soort kritiek, als die terecht is... Zou ik het gewoon accepteren. Er zijn heel veel mensen die twijfelen of het allemaal wel echt gebeurd is. Ook de ruimtevaart. Dat hoort bij de complottheorie. Ja. Er zijn mensen die overal... Die gaan overal idiote dingen achterzoeken. Die denken dat de Twin Towers zijn opgeblazen door de CIA. Dat de condensstreep van vliegtuigen... Dat er chemische stofjes zijn om ons onder te houden. Ja, door de eeuwen heen zijn er altijd complottheorieën geweest. Dingen verzinnen. In de ruimtevaart het idem dito. Ja. Er zijn een heleboel zijn ervan. Dat we bezocht worden door aliens, UFO's. Er zijn echt geen bewijzen voor. Wetenschappers denken overigens wel dat er leven in het heelal is. Want de kansen zijn heel groot. Ja. Maar we hebben geen bewijs. Nee. Er zijn geen bewijzen voor. Dus dat is één ding. Hè. Mensen die zeggen dat ze ontvoerd zijn door de groene mannetjes enzovoort. Dat is één vorm dat dingen niet waar zijn. Tweede is, mensen zijn... de ruimtevaart kan niet... Het zijn allemaal acteurs? Het zijn acteurs. Wat moet ik daarop zeggen? Ik bedoel, we hebben alle beelden. Ik ben er zelf geweest. Goed, dat is één ding. Ik kan je niet. De maanlandingen. Dat is ook een interessante. En dat is een leuke discussie.
Want ze zeggen van ja, want ze gaan komen dan met argumenten. Je ziet geen sterren. En dan denk ik van nou, als je het gefaked hebt, dan doe je dat goed en dan maak je ook sterren. Nou, waarom zie je geen sterren? Omdat het veel te veel licht is op de pakken en de ruimteschepen. Ik zag ook geen sterren als ik overdag over de aarde vloog. Want dan zijn je pupillen heel klein. Dan vang je het licht van die sterren niet op. Maar als je aan de nachtkant komt, de pupillen worden groter, dan zie je de sterren weer. Als je foto's van de maan overbelicht, zie je de sterren weer. Want ze zijn er wel. Alleen, dat heeft te maken gewoon met hoeveel het licht. Nou, dan zeggen ze van ja, de vlag wappert. Nou, op de foto, het is een foto, wappert niet. Hij was gekreukeld. Hij is gekreukeld meegegeven. Of uitgevouwen en er zit een stang in. En om toch uit te wapperen. Ja, maar op filmpjes wappert hij wel. Dat klopt. Bij het opstijgen komen er uitlaatgassen uit de ascent stage. En er zijn gewoon gassen, zoals lucht, die de vlag. Overigens is de eerste vlag omgewaaid, zelfs bij de lancering. Die stond er dichtbij. Die ligt op de bodem van de maan. Dan zie je Neil Armstrong of Buzz Aldrin, die komt uit de maanlander aan de schaduw. En dat kan niet, want er is geen licht. Nou, wat het licht wat ik zie, is de reflectie van het licht van het pak van Neil Armstrong. Het is gewoon een reflectie op het pak van Aldrin. En je kan heel makkelijk de foto's nu vinden. Om de maan draait de Lunar Reconnaissance Orbiter. Yeah. En alle spullen staan er nog. Je kan de sporen zien. Je kan de maanlanders, de buggies waarmee ze gereden hebben. Staat er allemaal. Ja. Dus je kan het gewoon zien. Maar wat vind je ervan als mensen zoiets zeggen? Ja, ik ga er niet meer op in. Nee. Net zo goed de platte aarde theorie. Mensen die zeggen dat de aarde plat is. En dan denk ik van, nou kom op. Je hebt toch natuurkunde gehad op school? Ja. Zwaartekracht. Alles trekt elkaar aan. Alle materie trekt elkaar aan. Dus alles wil een bol vormen. Als het maar groot genoeg is, vormt het een bol. Hoe groter een object. He, dus je hebt rotsen in de ruimte, maar hoe groter ze worden, hoe ronder ze worden. Alles trekt elkaar aan. Een vloeistof, als je in de gewichtsloosheid een vloeistof loslaat, dan wordt het een bol. He, dus alles wil een bol worden. Dus fysiek, zo'n tafel als dat de aarde zou zijn, die trekt zich naar zichzelf toe, wordt een bol. Maar het heeft geen zin om met die mensen te praten. Want als je zegt, in Australië hebben ze andere sterren. Australië bestaat niet. Alle mensen die daar geweest zijn, het is fake. Ja, dat heeft dus geen nut om met deze mensen te praten. Want alle wetenschappelijke argumenten, die glijden daar af. Dus ik ga niet meer erop in. Het is gewoon eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open. Ja, het heeft geen nut. Die mensen, ze werken, ze hebben hele congressen en dan zitten ze elkaar te voeden met al heel vaak tegenstrijdige dingen ook. Ik heb wel eens gehad dat er een cosmonaut, een Russische cosmonaut, die kwam praten in het planetarium in Amsterdam. Ja. En ineens staat er iemand uit het publiek op en die zegt dan van, aliens, wat voor aliens heeft u gezien? En iemand anders staat in de verte op, die hoorde bij elkaar, maar die deed net alsof... Ja. En ik krijg die vragen ook, waarom mag je niet vertellen dat je aliens hebt ontmoet? En dan denk ik van, als ik het niet mag vertellen, waarom vraag je het dan? Weet je, het maakt niet uit wat je dus zegt. Want als ik zeg, nee, dat is onzin, dan zeggen ze, ja, je mag het niet vertellen. Ja. Weet je, dan houdt het op. Dan houdt het op. Ja. En wat wel een hele leuke vraag is, krijg je daar, word je daarvoor geïnstrueerd bij NASA? Wat je mag vertellen, wat niet? Nou ja, maar of je alien, stel nou dat je het ontmoet. He, want buitenaards leven bestaat waarschijnlijk wel. Mm-hmm. Ook intelligent. En stel nou dat. Maar daar hebben we geen lessen over. Van ja, als het gebeurt. Ik hoop er een beetje op. Ik moet zeggen, ik heb wel eens iets gezien dat ik niet kon verklaren. Ik keek naar buiten. Ik zie een knipperend lichtje op onze hoogte. Ik denk, knipperend lichtje? Hoe kan dat nou? Er zijn geen vliegtuigen. We zitten hier 400 kilometer boven het oppervlak. Maar ik kon het niet verklaren. Ik dacht wel meteen, stel nou dat dit een buitenaards ruimteschip is. Waarom heeft hij dan een knipperend lichtje? Wie moet hij waarschuwen? Richting aangeven. Ja, zoiets. Dat is al hier, maar ik kon het niet verklaren. Ik zei het ook tegen een collega, kijk, een knipperend lichtje. En bleek eens dat het was dus een UFO. Unidentified flying object. Maar uiteindelijk bleek het satellieten zijn. Satellieten die draaien, dat is een beetje stabieler. En een lichtweerkaats af en toe op de zonnepanelen. Dus het was 10 minuten, 5 minuten een UFO. En daarna was het een satelliet. Dus ik denk er ook natuurlijk over die dingen, denk ik zelf na. Ja, maar complottheorieën, nee. Ik hou me vast aan gewoon wetenschappelijke bewijzen. Ja. En wat we weten, wat we kunnen meten. Wat ik gevaarlijk vind, is dat vroeger ging je uit van... je luisterde naar autoriteit. Mensen die jaren gestudeerd hadden, onderzoek gedaan hadden, enzovoort.
wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied. Je respecteert de kennis die een arts heeft. Je respecteert de kennis die een astronoom heeft. De kennis van technici, van ingenieurs, van mensen die ergens geweest zijn, daadwerkelijk iets gedaan hebben, gemeten hebben. Tegenwoordig, door de sociale media, wordt alles op een totaal gevaarlijke manier gelijkgesteld. En dan, kijk, vroeger had je altijd mensen die in de kroeg een borrel op hadden en van alles liepen te schreeuwen. Maar het werd niet serieus genomen. Maar nu staat alles gelijk. En iemand die in een achterkamertje iets op Twitter gooit, wordt gelijkgezet aan een wetenschapper die daar ontzettend veel kennis van heeft. En dat is het grote gevaar. En de media en de praatprogramma's doen eraan mee. Die zet een antivaxer, iemand die een bizar idee heeft dat vaccinaties slecht zijn, totaal geen kennis van zaken heeft, die zet ze naast een wetenschapper. Wetenschappers twijfelen. Want dat is het hele idee van wetenschap. Je moet iets meten, je moet het kunnen herhalen, je moet het kunnen voorspellen. En je moet constant checken of het steeds klopt. En je moet je bijschaven, je moet collega's moeten checken. Er moet voorzichtig zijn. Je moet nuance hebben. Ja, en dan zet je iemand aan tafel die totaal 100% overtuigd is van zijn eigen gelijk. En die dan heel hard gaat schreeuwen. En voor heel mensen, oh, die heeft dus gelijk omdat hij hard schreeuwt. Dat is populisme. Ja. Gewoon met bewuste leugels of onbewuste onderbuikgevoelens dingen gaan beweren die niet onderbouwd zijn, die niet wetenschappelijk bewezen zijn. En dat vind ik een slechte situatie, ja. Heel slecht. En daar spelen de media een belangrijke rol in, de praatprogramma's. Het is niet gelijk. Je zet twee mensen aan tafel die niet gelijk zijn. Dus als je een discussie wilt, prima, zet dan mensen aan tafel die alle twee in dat vakgebied zitten. Ja. Dan heb je een wetenschappelijke discussie. Ja. Dan kan je met argumenten komen enzovoort. Ja, maar veel mensen zeggen tegenwoordig ook, ik heb mijn eigen onderzoek gedaan. Weet je? Ook ja, maar dat is totale onzin. De virus, waanzin, figuren. Vertrouw nou op de mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Daar zitten veiligheidsmechanismen, zitten daar al in. Je hebt de peer reviews, je hebt je collega's. Dus daar moet je op vertrouwen. En niet op mensen die iets gaan roepen en die dan op een of andere vlog zoveel duizend volgers hebben, maar totaal geen verstand van zaken hebben. Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling. En zo krijg je hele gevaarlijke situaties die we in het verleden natuurlijk ook al gehad hebben. Vroeger was dat dan een hekserij, weet je. Als er iets misging in een dorp, oh, dat is dat oude vrouwtje heeft dat gedaan, hup, op de brandstapel. Of ze ging allemaal gekke dingen doen omdat ze niet wetenschappelijk onderbouwd was. En dit zit in dezelfde categorie. Heel gevaarlijk. En ook geen nut om daarmee te discussiëren. Want dan geef je die mensen een platform. Terwijl ze gevaarlijke dingen zeggen. Als je mensen bijvoorbeeld niet vaccineert. Nou, vroeger ging er zoveel. Kijk naar de mazelen. Het komt weer terug. Hè? Als je mensen niet vaccineert, krijg je enorme problemen. Hou je vast aan de wetenschap. Dat is heel keurig onderzocht. Dat is een heel goed systeem. Die mensen die weten het. Onderling kunnen ze dingen discussiëren, maar als leek ga je er niet mee bemoeien. Dus laat het over aan de specialisten. Second opinions, prima. Maar ga niet zelf allerlei dingen verzinnen. En dat rondbezuinen. Dat mensen mij niet geloven, prima. Het gaat er vooral om dat ze zelf de verkeerde dingen geloven. Ja. En stel dat de jonge André naar jou toe komt en die zegt, hoe word ik net zo succesvol als jij? Hoe word ik astronaut? Wat zou je hem zeggen? Ah, nou, die is leuk. Nou, vooral die dingen. Waar wil je zijn over 10 jaar? Dan moet je nu de eerste stappen zetten. Geef nooit op. Zeg nooit, nooit, nooit. Er zijn heel veel uitdrukkingen voor. Hè? Steek niet een stok in je eigen wiel. Ga ervoor. Als anderen je afkeuren, dan oké, dan is het gebeurd. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Niet geschoten is altijd mis. Er zijn heel veel uitdrukkingen ervoor. Ga het in ieder geval proberen. Blijf gezond. Dus zorg dat je gezond eet en beweegt. Je hoeft geen topatleet te zijn. Het moet wel een goede conditie zijn bijvoorbeeld. Ga voor je passie, ga er achteraan. En het een sluit het ander niet uit. Hè. Je kan het ene doen en het andere niet laten. Dus wat dat betreft kan je heel veel pijlen op je boog hebben. Dus dat geldt voor alle mensen die in een carrière beginnen. Ga actief aan de slag.
En zoek meerdere wegen. Laat je vallen en opstaan. Het zal frustrerend worden. Maar het betekent niet dat het onmogelijk is. Ik sluit de podcast altijd af met de podcast sticker. Met de vraag, waar ga je hem plakken? Oh, hij is wel mooi. Gewoon qua vormgeving vind ik hem ook mooi. Dus hij moet kijken op een mooie plek. Ja, misschien in de mediakamer. Die is lekker donker. Dan past deze mooi bij namelijk. Het is donker met goud. Ga ik hem doen. Je hebt er ook een paar gesigneerd voor luisteraars van de podcast. Klopt. Dus als je zegt van joh, ik wil dit graag, ik zou graag een podcast sticker met de handtekening van André willen. Laat het even weten, denk ik, hè. Deel de podcast dan in je Instagram story. Want dan maak je er kans op. André, dankjewel. Met plezier. Zo ver mogelijk uit elkaar voor het shot. Het is eigenlijk best wel heel lastig. Ja, nou ja, we winnen eraan, hè. Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Dank voor al je mooie verhalen. Was heel leuk om te doen. Dankjewel. En ik hoop dat jij het ook interessant hebt gevonden thuis. Als je het interessant vond, geef duimpjes hieronder. Abonneer hem en deel hem met je vrienden ook. Misschien dat we nog wat mensen kunnen behoeden tegen waanideeën. Lijkt me een goed idee. Ook in eigen belang.